Apeldoorn heeft de lekkerste haring van Gelderland. En bijzondere foto-expositie geopend in de Oranjerie. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Uit de haringtest van het AD, die afgelopen zaterdag werd gepubliceerd, doen twee vishandelaren in Apeldoorn niet slecht. Het vissertje in winkelcentrum Mercatorplein in de wijk Kerschoten krijgt een 9 van de jury. Daarmee scoort de viswinkel op de 15e landelijke plaats, maar staat als beste getest in Gelderland. Hoe voelt dat? Ja, geweldig. Net als vorig jaar, nu voor de derde keer in 4 jaar tijd. Helemaal geweldig. Super. En wat is het geheim van de beste haringverkoper? Het geheim ga ik niet helemaal prijsgeven, maar vooral de behandeling ervan. De tijd die je erin moet stoppen. Je moet er echt heel veel tijd in stoppen. Dus je duurt langer over het schoonmaken van een haring dan de andere? Nee, het heeft vooral met rijping te maken. Rijping is een proces dat duurt uren en je moet op het juiste moment terugkoelen en dan ijs erop. En dan heb je een mooi haringje. Maar dat gaat echt op tijd. De beste van Gelderland, de 15e van Nederland, had ik dat goed begrepen? Ja, dat klopt. Ja, net als vorig jaar. Valt er niet tegen? Nee, dat valt heel erg mee. We hebben een eindcijfer 9. Nummer 7 in de test had ook een 9, dus ja, ach. Met andere woorden, je hebt een gedeelde 7e plaats. Nee, we zijn gewoon 15e, maar er zijn er gewoon een heleboel die een 9 hebben. Dus nee, we zijn gewoon 15e en daar zijn we heel trots op. En wat gaan jullie vandaag doen? Nou, we hebben net als vorig jaar feestje. We gaan barbecue hapjes voor de klanten maken. Hapje, drankje, gezelligheid. Dus. Je verwacht veel drukte? Het is een beetje afwachten met de vakantietijd, maar het is normaal al erg druk, dus ik verwacht vandaag zeker heel veel drukte. Het AD hield de test onder 153 viswinkels, kramen en supermarkten. Op plaats 25 staat de Apeldoornse viswinkel Vis & Food aan de Asselse straat. Zij kregen van de jury een 8,5 en daarmee zijn zij de tweede beste haringverkoper van Gelderland. Ja. Hoe vinden jullie dat? Ja, het is een mooie plek. Kijk, natuurlijk, we willen altijd hoger. Maar met een 8,5 zijn we meer dan tevreden. En we hadden gehoopt dat er meer in had gezeten dit jaar. Maar dat, 8,5 kunnen we niks van zeggen. Dat is gewoon een heel mooi cijfer. Is deze uitslag nou ook van invloed op de omzet van vandaag? Aan de ene kant natuurlijk, als je hoog in de top 10 staat, dan heeft dat echt wel invloed. Maar je zit nu toch in de vakantieperiode, je zit met de bouwvak. Dus ja, dat is niet zo heel erg goed te zeggen of het nou echt heel veel invloed heeft op de omzet. Dat is toch afwachten tot het eind van de dag. En wat is het geheim van jullie haring? Vakmanschap. Jacob is echt constant bezig vanaf het moment dat de haring binnen is om kwalitatief goede haring binnen te krijgen. En daar is hij echt elke dag mee bezig. Ook de Apeldoornse Vismarkt deed het niet slecht. Zij kregen ruim een voldoende en staan op plek 74. Alle geteste supermarkten doen het in de haringtest ronduit slecht. Zij scoren een 0 voor de haringkwaliteit. Het meisje uit Spijkenisse dat vorige week werd vermist is terecht. Dat meldt de Rotterdamse politie. Het meisje verkeert in goede gezondheid, aldus de politie. Lisa Tuk liep woensdagnacht weg van de camping Rabbit Hill in Nieuw-Middelingen. Haar vader start een zoekactie via Facebook. Volgens meldingen zou zijn dochter op verschillende plaatsen in Nederland zijn gezien. De politie besloot onder meer de zoekactie op te schalen omdat de verdwijning volgens de politie niet in het patroon en het karakter past van het meisje. Waar Lisa Tuk is gevonden en waarom zij is weggelopen is niet bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag is een 70-jarige man uit Apeldoorn ernstig gewond geraakt op de Koninginnenlaan. Door de storm waaide daar een boom om en kwam op de rijdende auto van de man terecht. De man raakte bekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. De boom bleek al enige tijd rot te zijn. Inmiddels worden alle bomen op de Koninginnenlaan grondig geïnspecteerd om een dergelijke situatie te voorkomen. De 70-jarige bestuurder is naar het ziekenhuis vervoerd met onbekend letsel. Ook vandaag zijn er takken en bomen door het slechte weer bezweken. Zowel het verkeer als het treinverkeer ondervinden nu nog steeds last van omgewaaide takken en bomen. In het afgelopen weekend zijn er honderden meldingen geweest van stormschade. De stormschade loopt intussen in de miljoenen.
De Apeldoornse hobbyfotograaf Fred Vester exposeert in Pop-up Park 055 in het winkelcentrum Oranjerie. De foto-expositie heet Anders Perspectief, waarin hij moderne gebouwen op een andere manier in beeld brengt. Architectuur fotografeer ik op diverse manieren. Het liefst op een manier zoals men er eigenlijk niet altijd tegenaan kijkt. Door daar een soort met close-ups uit te halen, uitsneden uit te halen. En daar de mensen een beetje het idee te geven van, goh, waar kijk ik naar? Ja, dat is eigenlijk een beetje de insteek van mijn manier van fotograferen. Vaak zijn de foto's zo geschoten dat niet goed te zien is waar de foto genomen is. Er zijn mensen die vragen me wel eens van, goh, die foto, waar heb je die gemaakt? Daar of daar. Hé, daar kom ik eigenlijk dagelijks langs heen en nooit gezien. En dat is eigenlijk de trigger die ik eigenlijk probeer erop los te laten om een interessant beeld te maken. Een beetje de verborgen pareltjes van de architectuur van nu. Ja, soms wel eens dingetje ook dat een architect ook zegt van goh, ik heb het wel gemaakt, maar ik heb eigenlijk niet zo uit die hoek vandaan ernaar gekeken en ook verwacht dat dus dat daaruit zou komen. En ja, dat hoofdzakelijk vaak door licht en dergelijke, waardoor ook dingen een interessant idee meekrijgen. Ook bijzondere foto's van Apeldoornse gebouwen zijn op de expositie te zien. Bijvoorbeeld in Zevenhuizen, daar staat de Passerel. Dat is een heel leuk gebouw met een mooie heldere tint, een lichtgrijs oranje, wat hier ook in terug te vinden is. En ja, ook door dus die details en dat lijnenwerk weer te accentueren, zijn dat hele boeiende dingen. De Prins Willem-Alexanderlaan tegenover het oude Centraal Beheer staat een heel leuk gebouw waar men ook vaak aan voorbij loopt zonder dat te zien. Hele leuke spiegelingen, er zit gewoon een punt in, maar op een gegeven moment als je dus een bepaalde manier langs heen loopt en kijkt, komt daar zelfs een hele ster tevoorschijn. En dat zijn dingen die zie je normaal gesproken nooit zozeer. De foto-expositie Anders Perspectief werd zondagmiddag geopend voor het publiek. Fred Vester is altijd op zoek naar aparte delen van nieuwe gebouwen. Nou, in Apeldoorn ken je natuurlijk onderhand de gebouwen zo'n beetje. Maar als er iets nieuws komt, dan houdt het altijd van tevoren al aardig in de gaten. En op het moment dat zo'n bouwwerk klaar is, dan ga je daar zo een keer lekker de tijd voor nemen om daar omheen te banjeren. En op een gegeven moment dan zie je dus bepaalde dingen. Iets wat ik ook altijd gebruik, dat is duim en wijsvinger. En ik pak dan even een kadertje en ga dan zoeken. En op een gegeven moment zeg ik, hé, daar zit wel wat in. Ja, dan is het fototoestel tevoorschijn en dan kijken en ook nog wat draaien. Want niet elke foto staat, zoals men vaak verwacht, mooi netjes horizontaal, ook vaak in gedraaide lijnen en dergelijke, waardoor je ook weer een compositie creëert. Pop-up Park 055 zit in het winkelcentrum Oranjerie en is een plek waar heel veel mogelijk is. Nou, het Pop-up Park is eigenlijk een park, maar dan binnen. Dus het is net als een park buiten. Je ontmoet daar mensen. Je kan daar met je soulmates gaan zingen, kletsen, dansen, huiswerk maken, whatever. Wat je ook in het park buiten doet, kun je ook in het park hier binnen doen. En nu ook de expositie bekijken van Fred Vester. Dat klopt helemaal. Het park is een plek van verbinding. Hè, of je nou buiten hebt of binnen. Dat proberen we hier ook te bereiken. Nou ja, en onze verbinding is met Fred gelegd de afgelopen maanden. En dat heeft geresulteerd tot een expositie. En tot wanneer kunnen de mensen deze expositie zien hier? Hangt op zijn minst tot eind augustus.